20 jaar bestaat de afdeling Het Noorden van de Nederlandse Bioscoopbond. En dat betekent feest in onze drie noordelijke provincies. Een filmfeest uiteraard dat zich in Groningen concentreert. Reeds weken tevoren was voor deze gelegenheid een affichewedstrijd uitgeschreven die vele ontwerpers gelegenheid bood een proeve van hun kunnen te leveren. Uit de vele inzendingen werd dit ontwerp bekroond. Op de dag dat het feest een aanvang nam, werden de vertegenwoordigers van de Bioscoopbond en de feestvierende afdeling op het stadhuis van Groningen officieel door het gemeentebestuur ontvangen en verwelkomd. In een van de Groningse theaters beleefde de Nederlandse film Walvis in Zicht onder grote belangstelling haar wereldpremière, terwijl in andere bioscopen verschillende films uit de buitenlandse productie voor het eerst vertoond werden. Na afloop van de voorstellingen bleef men nog geruime tijd bijeen op een groot nachtfeest. Na België, Frankrijk en Italië heeft ook Nederland nu zijn filmfestival gehad. Weliswaar iets minder groots van opzet, maar daarom toch niet minder geslaagd.